Yo, we zijn weer terug met een nieuwe Challenge Accepted en dat is met niks minder dan natuurlijk Rocket League. En ja, die is heel erg veel aangevraagd, maar we denken we stappen er nu op in, want Rocket League wordt binnenkort namelijk 2 jaar oud. En de festiviteiten daarvoor zijn al begonnen, maar wij gaan het op een iets andere manier aanpakken. De challenge is namelijk als volgt. We doen 2 teams tegen elkaar opzetten, bestaande uit 2 man, maar die 2 man moeten allemaal spelen met 1 controller. Dus 1 iemand gaat zitten op de bewegingen en de andere gaat zitten op de toetsen, het gras, de boost, al die dingen. Dus we gaan kijken hoe het is om 2 tegen 2 met 1 controller te spelen. Rocket League Challenge accepted. Hij doet het helemaal niet. Geef turbo dan. Nice! Ik weet helemaal niet hoe het werkt. Jij geeft gas, of ik? Ik stuur alleen. Oké, ik stuur alleen. Druk rustig. Wat doe je? Ja, ik moet niet sturen. Weet je wat turbo is? Dit is zo'n cutmap, inderdaad. Ja. Oh ja, dit is turbo. Jij kunt even ei, ik zie de bal. Nice, goed gedaan. Kom op. Spring, daar weet je niet hoe dat moet. Jawel, tuurlijk. Ja, jij hebt turbo. Nee, jij hebt niet turbo. Je moet turbo pakken. Echt, jongen. Jij moet sturen. Als we verliezen van de merk inlegkruis, Stalilen. Dat is zo leuk. Ah, kut! Wat mis je? Je hebt zo'n leuk concept bedacht, Keo. Echt super leuk dit. Echt super vet. Hou hem tegen dan! Oh, nice! Jij moet boosten! Dat doe ik! Nice! Super goed. 1-1. Oh, dat is eigenlijk best wel beter dan verwacht. Ja, hè? Want dat voor hun was gewoon lucky. Ja. Oké, nu tegelijk turbo. Ja, ja, ik weet het. Go. Spreek. Ja, wat doe je? Yes. Ja! Je bent zo incompetent. Ik wilde fucking die dubbele sprong doen. Oh ja, meneer wil weer een dubbele sprong. Ja, maar dan moet je communiceren, want dan moet ik naar voren toe douwen. Pas op. Je moet zelf naar voren douwen. Dat gaat goed. Nice, goed gedaan, Akeo. Kijk, ik ben met Akeo, die is gewoon best in games ooit. Ah, oh, fuck. Pak turbo dan. Ja, vrienden. Dit is zorg wennen. Nee. Turbo. Ja, gas. Ja, ja. Ja! Okay. Druk op X gewoon! Nee! Nice, goed gedaan. Oh, kut. Verkeerde knop. Turbo. Nee. Nice. Oh, raak hem ook. Dat gaat best goed, toch? Ja, het gaat best wel goed. Ja, ja, zij kunnen gewoon vooral niet gamen, dat is super fijn. Wat een cupmap is dit! Nee, dit is een fijne map, dit is goed. Dat kunnen wij. Turbo. Netjes. Nou, nice, goed verdedigd. Ik probeer hem maar niet te... Oké, dit gaat goed voor ons. Nee. Turbo. Nice! Turbo. Oh, ik heb geen turbo! Zou toch niet turbo? Als jij niet over die dingen heen rijdt, heb ik nooit turbo, Keo. Precies, ik ook niet. Oké, we gaan even kijken wat zij... Ga nou niet met mij proberen samen te zweren, Daniel. Turbo. We haten jou meer dan... Zo. Oké, die score is toch niet. Ik zei. Jij mist! Oh! Ja, ik ben er gisteravond bij je moeder ook. Heel bad almost. I know! Oh ja. En gewoon dat komt ook wel omdat Daniels moeder behoorlijk horny is. Maar goed. Woo! Spring. Oh, kut! Ik moet springen! Nice! Fuck! Vet! Jongen! Super awesome! 2-2. Kijk, nu gaan we beginnen. Nu wordt het leuk. Weet je wat springen is? Ja! Dit is ook op mijn moeder. Weer een main trouwens. Oh ja, ja. Dit is echt een main. Hex. Dat is zo echt, jongens. Dit is een hex. Nee, niks ervan. De catchy card zit vol, jammer. Kom. Nee. Ja, communiceren! Ik kan toch niks als jij niks zegt! Net lukte het wel. Ja, je kan ook... Wat is dit? Ze maakt een eigen goal. Oh ja! Ze maakt een eigen goal. Nice! Lekker! Eigen goal. Dat was eigen goal, je sukkel. Is die goal voor ons? Helemaal blij, Tim. Oh nee! Wat was stuur dan? Slippen. Die scherpe draai. Maakt ze ons weer kapot. Echt, doe even normaal. Speel gewoon eerlijk. Ja, ik kan er niks aan doen dat jullie zo'n incompetente kleine cut-out hebben. Goed, die draait de controller. Ja, ze staat toch stil. Niet te hard! Ah, ik zie het letterlijk niet te hard. Ja, dat zeg je. Ik weet het, maar... Oh, sorry, ik kreeg het op. Nee, dit kun jij. Nee, dat kan ik. Welke kut-challenge? Wie heeft dit bedacht? Ja, Keo. Ja, kijk. Nee! Jongen! Ik had
niet moeten turboen. Ja, klopt. Dat is heel dom. Fuck, ik zoek het zweet al niet, hoor. Het controle kan lager. Voor de beeld. Oké, okay, we hebben heel weggedouwd. Echt, hè? Jullie doen alleen maar beuk. Jullie kunnen toch gewoon winnen. Je mag ook best gas geven, hè? Dat is wel een beetje met auto's het ding. Ja, niet te veel. Hij gaat er meer in. Kut. Nee. Nice. Nee. Oh, we zijn echt fucking schil. Ja, klopt. Rustig. Okay. Nice and easy. Oké, okay, gaan. Nee! Oh, oké, nu heb ze hem erin. Yes! Echt super. Dat was dan, jongen. Dat vooral nice and easy blijft houden. I know. Niet te veel. Gelukkig zijn we nog niet eens op de helft. Ik moet eigenlijk coördineren wanneer jij moet springen. Kun je nagaan dat we ineens een... Eigenlijk moet ik jou coördineren wanneer je moet springen. Nee, wat doe je? Je hebt gewoon een dan ook één gewoon door moeten gaan. Doe maar geen dubbele sprong meer, dat werkt gewoon niet. Nee. Nice, easy. Nice, goed gedaan, KO. Niet te nice en niet te easy, maar... Oké, stop met gas. Stop met gas? Ja, anders... ik moet een draaimaatje in gas maken. Ik moet anders draaien en dan... Nice, dit wordt echt fucking awesome, wordt dit. Waarom zit hij niet? Oké, okay. Nice! Yeah. Goed gedaan, man. Hey, we staan voor het eerst in dit potje. Niet meer weggeven nou. Ja, het is moeilijk om je te coördineren als je een scherpe draai moet maken, dus dan rem ik. Ja, druk op het kruisje! Ja, en voor hun is het ook heel moeilijk om te coördineren met een extra chromosoom. Ja. Dat is best wel moeilijk, vind je niet? Zeg nog, ze zitten samen, het is gewoon een paar extra chromosomen. Wat vet! Dat is alleen maar kutte voor jullie als we dadelijk jullie verslaan. Gaat sowieso niet gebeuren, dat weet je ook wel. In Dice Easy, ingaan. Oeh, doe even hoog houden, joh. Het is dat kan ik niet. Gallery play. Ja, dat kan ik niet met z'n tweeën. Nee! Ik ga het eigen dom maken. Nee, je gaat niks doen, oké. Doe gewoon chill. Oké, ik heb opgepakt. Nice! Wat, jongen? We zijn de nek! Woe! Met een rammelietje van twee mensen met een echte rammelzo. Je sluit het terug. Nee, die gaat er gewoon... Spring. Netjes. Oh, lekker. Nice. Ja, ik had gesprongen, maar het was te snel. Dan waren we wel heen gegaan. Nee, ja, netjes. Gaat goed. Nice and easy. Ja, nice and fucking easy. Oh yeah! Hoppakee, trophy. Helen's Pride. Ja, Helen's Pride. Dat weet je moeder zeker. Mooi sprong. Turbo. Wow. Ze zijn gewoon fucking. Spring. Netjes. Nice. Ze hebben nu gewoon weer een kop. En spring. Nee! Yo, nice! Fuck, dit is best wel heftig, 7-5. Ja. Dat is niet top. Druk op X! Ja, sommige mensen kunnen gewoon niet gamen. Ik bedoel, je hebt dan een game site. Kijk uit! Zorg dan wel gewoon dat je überhaupt iets kan met een spelletje. Ik bedoel, het is leuk, zeg maar, dat... ga dan spring. Ja! Netjes. Wow, dit is wel echt een hele mooie goal voor iemand die randebiel is. Nice, en... Spring. Oké, ik duw ze gewoon weg. Slippen. Lekker. Oké. Okay. Nee, we staan er dik voor, dus we hebben een paddenprobleem. Ja, I know, maar toch. Het is leuk dat ze het proberen. Het is een beetje, zeg maar, alsof de Olympische sporters tegen de Paralympische sporters opnemen. Ik bedoel, het is leuk voor het goede doel, maar het is gewoon niet eerlijk. En dan gaat hij weer. Okay. Tjus. Wow, what the fuck is dit? Dit is gewoon vernedering. Oh, maar die map is zo kut, want je moet altijd omhoog en omlaag. Ja, zij hebben ook die map gekozen. Je weet dat ze gewoon van heel lang bro hangen hebben. Het is echt fucking loser. Ja, het is verloren, Peet. Nice and easy. Het zijn gewoon punten. Jezus. Oh, jongens. Jezus, wat is dit? Het is echt een... Zijn echt... Echt los, zijn ze. Peter Bouwman, ik wil niet veel zeggen, maar je speelt ook Player Unknowns. En communication is key. En dat is ook in ieder geval. Ja, nou, maar Keo en ik voelen elkaar gewoon aan. Ja, jullie voelen elkaar wel, maar niet aan. Jammer. Maakt niks. Geen... Niet turbo. Wel turbo. Turbo! Wow. Turbo 1. Zullen we eens even een goaltje geven? Turbo. Nee. Ah, misschien toch wel. Oh ja, jullie gunnen het ons ook echt. Ah jongens, dat kan nog 3 minuten. We hebben wel eens een moeilijke... We moeten 4 maken om gelijk te komen. Ja, dat kan best. We waren zo lekker bezig en nu is het echt vreselijk. Hey Peter, dat is een beetje jouw doelgroep, 6 tot 10. Nice. Oh kut. Maakt niet uit. Nee, die gaat erin. Nice! Woehoe! Dit doelgroep wordt steeds kleiner. Wauw. 3 minuten, we prikken er gewoon nog een paar bij, dan prikken. We moeten nu heel goed gaan spelen om überhaupt te winnen. Dit is een comfortabele... voorsprong. Ja, rustig. Nice and easy. Ach, ja, je doet lekker nice and easy. Nee, niet te rustig. Jawel, lekker rustig. Communication is key, we douwen ze gewoon weer weg. Oké, nice. Ja, en...
Jongens. Hoe is het? Hoe? Hoe, let die turbo. Wel turbo! Ah, kut. Kut, anders was hij niet gegaan. I know. Maakt niet uit. We redden het ook. Het was best wel dom, sorry. Kut, dat is mijn schuld. Maakt niet uit. Niet turbo. Gas. Turbo. Spring. Slippen. Ah, kut. Te laat. En 3, 2, 1 en spring. Ah! Ja, best goed. Spring. Kut. Oh, sorry. Maar dat geeft niet. Nee, we gaan. Ik wil vaker. Ik wil voortaan ook gewoon. Turbo. Oh, epic save! Nice! Het gaat ook kut, man. Nee, dat is helemaal voorzichtig. Oké, en. Oh, kut, dat was eigenlijk. Oh, die ging best goed. Nu schiet ze erin. Ja! Ah. Nee, dat kunnen ze helemaal niet. Spreek! Kut! Mooie sprong. Turbo. Oh, kut. Ja, nee, dat gaat best goed. Gaat een voor. Laten we nou even ook af en toe op hun wachten. Kijk, nu kunnen we het gewoon overpakken, zie je? Ja, en spreek! Schiet je hem te hard tegen de muur aan en dan komt hij terug zodat hij me ook kunnen pakken. Dus ja, maar dat is zo'n spelletje of niet? Oh, kut. Ah, ja, dat is mijn schuld. Ik ging achteruit. Ik wou even een epic backflip maken. En turbo. Ah, kut. Ik heb geen turbo. Oh, kut. Laat maar nice and easy. Ja. Nee, niks aan de hand. Dat had ik gewoon zo gemist. Oh. Ah, dat nou, superleuk om met jullie mijn laatste challenge set ooit te spelen. Ah. Superleuk. Slippen. Super ludiek. Ik had geen andere tegenspelers gewild. Nee, snap ik wel. Ja, soms moet je ook verliezen van de sociale diensten. Oh. Sorry man, die ging echt heel kut. Laat maar. Zo kut dit! Oh man, ik ben echt gewoon de tijd aan het aftellen. Gewoon. Oh, maar ook echt al 10 minuten. Dat is ook die voorstonden. Het is echt zo kut dit. Ja, turbo. Ja, ik ben toch een... Raak die fucking kutbal dan! Je zit elke turbo te roepen, maar ook echt op zo'n fucking... Wat doe je? Die fucking tot een rustige stem waar je daarmee doet. Turbo. Ja. Nee! Jullie zijn echt zo kut! Oh man. Oké, deze gaan we afkijken. Nee, druk gewoon op X! Nee, ik ga even kijken. Oh! Na de 3 seconden hier, makkelijk binnen. Turbo! Ja. Nee! Oh, gefeliciteerd jongens. Ja, daar heb je het dan. Inlegkruisjesmerk Dani Len heeft gewonnen. Daniel en Lennart zijn onze Rocket League kampioenen. Met z'n tweeën op één PlayStation 4 controller. Dat was 10 minuten lang pure agonie voor beide teams. Maar goed, Daniel en Lennart hebben uiteindelijk Akeo en Peter afgetroefd. Kan gebeuren. Heb je nou zelf ook een leuke challenge voor ons om te accepten? Laat het dan weten hier in de comments. Dan gaan wij kijken of we volgende week jouw opdracht kunnen accepteren. Of we jouw opdracht kunnen aangaan. Dus bedenk iets leuks. Nieuwe game, oude game, iets relevant zoals Rocket League. Hey, gefeliciteerd Rocket League met je 2 jaar bestaan. Super tof. Als je iets leuks doet in wat relevant is of in het nieuws is of nieuw of oud, maakt allemaal niet uit. Bedenk iets leuks, gaan wij het misschien wel doen. Ik was Tom van Gamersnet.nl, dit was Challenge Accepted. Tot snel op de website en hopelijk heb je genoten van de video De Ballen.